Goedemorgen mensen, mijn naam is Joel. Ik maak filmpjes voor YouTube en fijn dat je loopt te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Waar ben ik nu? Het is nu zondag. Goed, dat is een heel goede intro. Nee, ik ben nu onderweg naar de kerk. Deze keer met de bus. Ik ga normaal nooit met de bus naar de kerk. Maar de reden is eigenlijk omdat normaal ga ik altijd met mijn oom samen. Maar mijn oom die gaat vandaag niet, dus ik had zoiets van, weet je wat, ga ik zelf wel gewoon met de bus. En eigenlijk is het best wel raar, want het is echt 20 minuten rijden met de bus naar de kerk. Maar met de auto naar de kerk en met de bus is het dus anderhalf uur. Dus ik ben nou echt super vroeg wakker. Echt iedereen slaapt ook, hier in deze straat ook, iedereen slaapt. Ik heb nog niemand gezien op straat. En ja, dus ik ga naar die richting op en dan, ik heb ook mijn gitaar bij voor het geval als iemand een cover wilt opnemen of iets. Of weet ik veel, ik neem hem altijd voor de zekerheid mee en het is altijd leuk om muziek bij te hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje dat. Echt super vroeg, dus dat is dat. Maar goed, ik ga nou richting de kerk en dan check ik jullie zo meteen. Misschien dat ik nou al kan filmen. En dan zou ik zeggen, tot zo. Hey, ik vind het stom. Kan je niet op de piano? Probeer het. Op de piano? Staat die piano op de goede plaats? Mhm. Ja? Oké. Okay. Cool. Yo, daar ben ik weer. Heel kort, wat heb ik gedaan? Ik ben uiteindelijk toch naar de kerk geweest. Het is me gelukt. De bus kwam niet opdagen, dus mijn vader heeft me gebracht. En ik heb nog eventjes een cover opgenomen, maar daar zag ik jullie net wel een stukje van. De cover zal binnenkort helemaal online zijn op mijn Facebook, dus onderweg naar huis toe. Maar ik ga gauw stoppen met filmen, want het vijfde wacht. En dan horen jullie alleen maar ruis en dingen. Dus dan check ik jullie zo meteen op. Yo mensen, mijn naam is Joel, ik maak filmpjes op YouTube en fijn dat jij hebt te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Waarschijnlijk hebben jullie net wat beelden gezien dat ik dus onderweg was naar de kerk en dat ik dus weer terugkwam. Daarover ga ik jullie zo meteen meer vertellen. Dat eigenlijk een beetje. Maar we gaan een aantal dingen bespreken vandaag. Ik ga het namelijk met jullie hebben over een aantal vragen die ik via Facebook heb gekregen en die ik zo meteen wil gaan beantwoorden. Ik wil eventjes mijn dag gaan behandelen aan jullie en eigenlijk een soort van onderwerpje daarna. Dus het wordt eigenlijk een soort van ultieme, mega fantastische creatie. Ja, dat dus. Maar even, fijn dat je wilt kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Mijn naam is Joel en ik maak het heel snel. Nee, wat ik vandaag heb gedaan, ik heb vandaag eigenlijk een hele chille dag gehad. Maar voordat ik erover ga beginnen, gaat hij weer, heb ik iets gekocht. Nou, even niet lachen. Nee, ik heb iets gekocht gisteren. Namelijk schoenen. En deze keer geen sneakers, maar nette casual schoenen. Ja, ik heb ze gekocht bij de Bristol voor 20 euro. Ik kom er niet echt vaak, maar ja, ik vond ze echt heel chic en netjes. En ik dacht van, no, weet je wel, voor de kerst. Laat ik gewoon even een keer net schoenen gaan halen. En ik vind ze eigenlijk ook wel een beetje gewoon voor, ja, op dagelijks leven zoiets te dragen. Dus ik, ik slaap er ook heel vaak. Nee, ik vind ze eigenlijk best wel chill voor 20 euro. Dus die heb ik gehaald en ik heb er iets anders gekocht. En dit is echt geniaal. Als jullie nu gaan zien, dat is echt geniaal. Ik heb hier, kijk eens dames en heren, ik heb hier een apparaatje. En waarschijnlijk denken van, wat is dit? Met dit dingetje, nee, ik ga niet scherp zetten. Maar dit dingetje, die kan je zeg maar in je telefoon stoppen. Dus dit gaat in je telefoon. En dan kan je dus hier kan je USB in doen. Je kan er een SD-kaart in doen en een micro-SD. En wat er dus gebeurt als ik deze aansluit aan mijn telefoon, dan kan ik dus gewoon bestanden. Dus als ik hier een USB-stick in douw en ik douw deze in mijn telefoon, dan leest mijn telefoon gewoon mijn USB-stickje. Dus dan heb je eigenlijk een soort van USB-poort voor je telefoon. Dat niet alleen. Wat ik zelfs ook kan doen, als ik deze in mijn telefoon doe en ik doe mijn toetsenbord eraan aansluiten van mijn computer, dan kan ik gewoon toetsenborden. Kan ik ook mijn muis aan aansluiten, dus ik kan er eigenlijk van alles aan aansluiten. En het dingetje kost €2,80 bij de Action. Dus mocht je interesse hebben, haal het dingetje. Dat is echt geniaal. Echt deze uitvinding. Ja, weet je wat ook chill is? Dat voor, ik maak foto's met mijn camera, hè? Met deze camera maak ik foto's. En ik haal het SD-kaartje eruit, stop ik hierin, stop ik op mijn telefoon, kan ik ze gelijk op Instagram zetten, op Facebook. Dat is echt ideaal. Ik weet niet, ik zou het kopen voor 2 euro. Kom op, €2,80 of zo. Geen geld. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik gisteren heb gekocht. Vandaag ben ik dus naar de kerk geweest. Ik heb in de middag nog een cover opgenomen. Die gaan jullie binnenkort ook zien. Ik ben daarna gelijk naar huis geweest. Even geslapen en daarna ben ik gaan werken. En het was vandaag eigenlijk best wel een soort van chaotische dag op mijn werk. Maar ook gelijk dat ik vond het echt relaxed. Dus ik heb echt hard gewerkt vandaag, vond ik. Vond ik weer. Ik heb hard gewerkt vandaag. Naast dat vond ik het echt een hele chille dag. Ik weet niet. Ik vond het echt een hele... ik vind het gewoon rustig, ik weet niet. Ik word er echt rustig van als ik hard heb gewerkt. En ik kom thuis en heb ik iets van, ja, dan heb ik toch wel iets uit mijn dag gehaald, weet je wel. Dus dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. Maar ik heb dus vragen gekregen via Facebook. En dat waren dus vragen van, Joel, wat doe jij met de kerst? Goeie vraag. Wat ik ga doen met de kerst? Kerstavond ga ik spelen in de kerk. Dus in de middag ga ik naar mijn stage toe. Ik ben eigenlijk al klaar met stage, maar ik ga toch weer naar mijn stage toe. Om naar een kerstlunch te gaan doen. Dus dan ga ik eventjes eten, chillen, bijpraten. Daarna ga ik gelijk door naar de kerk. Dan heb ik een kerstavond waar ik piano ga spelen, waar we gaan zingen, waar we God gaan grootmaken. En dat wordt één geweldige dag, dus daar heb ik echt knijterveel zin in.
Eerste kerstdag ga ik eventjes lekker thuis eten in de middag. En dan ga ik nog even naar familie toe. In de avond gaan we uit eten. We weten nog niet waar, maar we gaan uit eten. De tweede kerstdag ga ik ook even chillen. In de middag ga ik naar mijn werk toe. Dan ga ik met iedereen ontbijten daar. Of lunch daar eten. En in de avond moet ik werken daar. Dus het wordt eigenlijk een werk slash eet slash chill kerst dit jaar. Daar heb ik eigenlijk best wel veel zin in. En dat is eigenlijk een beetje hoe mijn kerst gaat uitzien dit jaar. En ik heb eigenlijk best wel veel zin in. En natuurlijk, ik heb ook kerstversiering. Wist je trouwens wat dit zijn? Ik weet niet, voor de mensen die kijken, even wat is dat? Kijk, dit zijn zeg maar, wat is dat? Rustig, wat is dat? Rustig. Dit zijn zeg maar gewoon takken van een kerstboom. Die heb ik daar ondertussen gedaan. Ik ben virtueel, ik knal als ik daar tussen. Dan ziet het er ook een beetje kerstachtig uit. Ook iets, hoe krijg je dit nou rood? Ik heb het wel eens vaker gehoord. Joe, hoe krijg je nou je achtergrond rood? Nou, heel simpel. Haal een filtertje, hang hem voor je lamp en dan krijg je voilà, een rode achtergrond. En dat is eigenlijk een beetje hoe ik mijn setup een beetje neerzet. En ik heb van die softbox van deze lamp. Ik zal even eentje pakken. Als je niet weet wat een softbox is, ik heb van deze lampen, zoals jullie zien, heb ik er 3 van. En die zijn echt geniaal voor belichting voor je video's. Dus mocht je ook video's willen beginnen, mocht je filmpjes willen maken, mocht je zelfs fotoshoots willen maken, mocht je thuis vette foto's maken, dat soort lampen zijn geniaal qua belichting. Dus dat is eigenlijk een beetje de setup. Maar goed, daarover wil ik het hebben met jullie voor. En dan wil ik sluiten. Ik ga even mijn shirt uitdoen, want ik heb het echt onwijs warm. En helemaal shirt is nog nat van mijn werk. Ik heb lopen afwassen vandaag, jongen. Dat ging echt normaal. Goed, ik heb trouwens ook echt een dikke kruis in mijn shirt. Nee, wat ik vandaag dus heb gedaan, of waar ik het over wil hebben met jullie, is niet opgeven. Waarom? Wat ik vaak zie is dat mensen het vaak, ik zelf ook, soms geef ik te vaak op. Of te snel op in bepaalde zaken, bepaalde dingen. Of dat we te vaak opgeven, want we denken van het lukt toch niet meer. Wat ik nou eigenlijk, ik weet niet, ik heb vandaag iets meegemaakt. Ik was in de kerk en ik was gaan bidden en ik maakte echt iets sterk mee. En daarom wil ik het ook met jullie delen, is om niet op te geven. Waarom? Weet je, soms moeten we een ding een paar keer proberen voordat het pas lukken. Weet je wel? Soms dan moet jij even doorzetten en dan lukt het. En dat klinkt misschien heel cliché en heel misschien heb je het zo vaak gehoord en dan komt het strot uit. Maar het is echt iets wat echt gewoon waar is, weet je. Soms moeten we dingen blijven proberen. Wat ik tegen jullie wil, wat bijvoorbeeld mijn droom is en nog steeds is dat ik gewoon veel mensen kan bereiken via YouTube met een positieve boodschap. Dat is nu al aan de gang, weet je. Ik zie het bloeien, maar ik ben nog niet bij mijn bestemming, bij mijn doel waar ik graag naartoe wil gaan. Ik werk er naartoe en het is hard werken. Ik bedoel, ik doe nu al 3 jaar lang YouTube filmpjes maken, 4 jaar lang. En als ik dan soms kijk naar andere YouTubers, dat ze binnen 2 weken tijd 10.000 abonnees halen, 100.000, weet ik veel wat. En ik zit dan nog bij, niet dat ik ontevreden ben, dat zeker niet. Maar wat ik eigenlijk wil duidelijk maken is, ik geef niet op, ik ga gewoon door. Dat is eigenlijk wat ik wil duidelijk maken aan jullie. En als jij gewoon een passie hebt, doe wel iets wat je leuk vindt. Als je iets doet wat je niet leuk vindt. Weet je wel, dan kan je beter iets zoeken waar je wel, wat wel goed is, wat wel leuk is, en daarin doorgaan. Het is niet zo dat je niks meer hoeft te doen, dat je gaat liggen op je bed en denkt van oké, ik kan niks meer doen, niks op mee en dit man. Dat zie ik heel vaak mensen doen, weet je wel. Bijvoorbeeld, even een voorbeeldje van, ik zoek werk. Je gaat ergens heen, je komt ergens aan, je zegt van, heb je er werk? Nee, we hebben geen werk, sorry. En je denkt van, ja, weet je wat, laat maar zitten dan. Er is geen werk. Nergens kan ik werk vinden. Jongen, we leven in een tijd van crisis, dit man, er is geen werk. Luister, dat is complete onzin. Er is wel werk. He? Maar soms zijn er bepaalde dingen die je niet echt helemaal tof vindt. Ik bedoel, soms moet je eventjes werken, een baantje die je niet leuk vindt. Maar er is wel werk. Er is wel datgene wat nodig is voor jou. En zo zie ik het ook in mijn leven en ook in jouw leven en in iedereen's leven. Soms moeten we eventjes doorzetten om dingen te... Weet je wel, ik zal heel eerlijk zijn. Ik zou ook graag soms dingen willen dat ik denk van, dit moet zo gaan lopen. Soms, ik ben iemand die echt van houdt om dingen te plannen. Ik zie bijvoorbeeld nou al wat ik heel deze week ga doen. Ik heb nou al een soort van beeld. En als dat niet zo loopt, dan is het meestal voor mij van, dat vind ik jammer. Maar dan denk ik iets van, weet je wat, nee, ik geef niet op, ik ga gewoon door. Weet je wel, ook al lijkt het niet totaal niet op wat ik wil en op wat ik graag zie. Weet je wat, ik haal gewoon het beste eruit. En dat is gewoon het beste. En daarom, praat meer over de oplossing dan over het probleem. En als je alleen maar over problemen gaat praten, over dingen die niet lekker lopen en je geeft op en dit en dat, dan onzin. Schiet niet op. Praat over de oplossing. En dat is eigenlijk wat ik jullie wil meegeven. Ik weet niet waarom ik dit wil vertellen, maar ik dacht iets van, ja, daar ga ik het gewoon over vertellen. En ik weet niet of iemand iets heeft van, dat heb ik eigenlijk best wel nodig gehad. Zou ik hartstikke leuk vinden. Maar jongens, ik ga deze video sluiten. Ik zie jullie morgen terug in de nieuwe dagelijks video. Er zal binnenkort een nieuwe kaart terugkomen, dus blijf lekker kijken. Geef een like op deze video als je het leuk vindt dat ik deze video's maak. En dat ik ook kaartere video's maak en dat soort dingen. Geef dan een like op deze video. Je kan me ook volgen op Twitter, Facebook en op Instagram. Hoe doe je dat? Hieronder in de beschrijving staat mijn adres, mijn social media, daar kan je me lekker op toevoegen. En dan check ik jullie morgen terug met een nieuwe dagelijks video. Abonneer op dit kanaal en ik zie jullie gewoon morgen terug. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao!